Het was eigenlijk gewoon het eerste hoofdstuk van de Koran, Surah al-Fatiha. Dat is eigenlijk het vers waarmee dat je altijd begint. Bij elk gebed moet je dat vers opnieuw overlopen. En dat vers, ik vond dat zo prachtig. Want dat was voor mij alsof dat God letterlijk tegen mij sprak. Echt waar, gewoon de eerste zin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dat boek begint in de naam van de meest barmhartige, de meest vergevingsgezinde. Je kunt niet van de ene op de andere dag als een robot veranderen en het systeem veranderen. Dat vraagt tijd nodig. Hoe dat ik eigenlijk ben beginnen bidden, met 5 keer per dag te bidden, dat was eigenlijk op een heel kinderachtige manier. Ik zei altijd voor mezelf van, weet je, deze week ga ik 1 keer bidden, volgende week ga ik 2 keer bidden, de week nadien 3 keer, tot ik 5 keer dan uiteindelijk aan het bidden was. En nu die 5 keer, ja, dat is een gewoonte. Alcohol drink ik ook niet meer. Ik weet zelf niet eens meer, ik was daar eigenlijk met mijn zus nog over aan het discussiëren, want zij drinkt heel graag wijn. En het is al zo lang geleden dat ik nog eens een wijntje heb gedronken van voor mijn bekering, dat ik zelf de smaak van wijn niet meer ken. En dan was mijn zus daarover bezig, maar allee, heb je daar geen verlangens naar? Ik zonder wijn, zonder een curryworst van de frituur bijvoorbeeld. Ik zou dat niet kunnen, maar uiteindelijk als moslim, je maakt die klik wel redelijk makkelijk. Mensen zeggen dat vaak, van allee, hoe kun jij nu een hoofddoek dragen, hoe kun jij nu geen varkensvlees meer eten? Dat is omdat veel mensen dat eigenlijk zien als een soort last. De hoofddoek, het beste voorbeeld daarvan. Ik heb daar met mijn mama ook die discussie over gehad. Het is 33 graden en die vrouwen lopen hier met een hoofddoek. Allee, dat kan toch niet gezond zijn? Maar uiteindelijk, dat is omdat veel mensen die het niet vanuit een islamitisch perspectief bekijken, het als een last bekijken. Terwijl wij als moslims, we bekijken het vanuit een ander perspectief. Daarom niet beter, daarom niet slechter, maar gewoon anders. En voor ons is dat eigenlijk een zegening. Dus ik zit daar met hem in de auto, ik zeg van, kijk papa, 2 uur s'nachts, je moet je dat voorstellen, de situatie 2 uur s'nachts, alles compleet stil, je hoorde zelf nog wat vliegjes buiten. En ik zeg, ja papa, ik moet je eigenlijk iets vertellen. En ik weet nog die blik dat hij naar mij kijkt en het eerste wat hij zegt, oei, ik zou toch geen homo? Ik zeg, nee papa, rustig, rustig, maak je geen zorgen. Ja, het is eigenlijk iets anders. Maar je moet weten, ondertussen had hij ook al zo de Koran, gebedstapijtjes, islamitische tesbis gevonden in mijn kamer. Dus hij had wel zo'n soort idee van, die jongen is met iets bezig. Waarop hij daarna zijn zin vervolledigt en hij zegt van, maar allee, wat is er dan wel aan de hand? Dat er zo dringend of zo erg is? Je bent toch geen moslim? En eerst zat dat vast in mijn keel. Ik dacht van, oh, moet ik dat echt vertellen? Moet ik ja of nee? Maar op dat moment, mijn geloof was zo sterk dat ik dacht van, kijk, wat er ook gebeurt, ik heb vertrouwen in God, ik heb vertrouwen in mijn familie en ik weet dat dat wel met de tijd goed komt. Soms hebben zaken gewoon tijd nodig en met de tijd zal zich dat wel vanzelf bewijzen. Dus ik heb hem dan verteld van, kijk papa, ik ben bekeerd, ik wou je dat eigenlijk al lang zeggen, maar ik heb speciaal een jaar gewacht zodat je zegt van, oké, hij doet nog steeds zijn studies, hij is nog steeds dezelfde Stijn, hij voetbalt nog steeds graag. En ja, dat was eerst 10 seconden heeft hij niks gezegd, dat was alsof hij dat niet had gehoord, dus ik dacht, misschien moet ik het nog eens herhalen voor de zekerheid. Maar ja, uiteindelijk begon hij dan te wenen en te roepen. En dat had mij wel zwaar geraakt, want mijn vader is een sterke man, een respectvolle man. Ik heb hem altijd in zijn leven zijn verantwoordelijkheid zien nemen. Ook voor ons gezin, ik heb hem nooit 1 traan zien laten. En natuurlijk, dat breekt u, hè? Dat jij je eigen vader laat wenen. Ik heb daar ook heel erg van afgezien in het begin. Maar uiteindelijk, alles is goed gekomen met de tijd. Als ik het over liefde heb, ik denk dat je wel kunt kiezen op wie dat je verliefd wordt. In die zin, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, als ik zie dat jij bepaalde principes hebt die mij aanspreken, dan ga ik sowieso met u verder beginnen praten. Maar als ik zie dat wij totaal tegengesteld zijn, dan weet ik dat we later nooit gemeenschappelijke standpunten gaan kunnen hebben. Oké, je kunt die adviseren, maar er is geen dwang in ons geloof. Je mag niemand iets verplichten. Ik kan u niet dwingen om een hoofddoek te dragen, ik kan u niet dwingen om te bidden. Dat is allemaal uw eigen keuze. Die relatie is tussen u en God. Dus ik zou wel een moslima als vrouw willen natuurlijk. Maar uiteindelijk, wij als moslims geloven dat alles is voorbestemd. Uw lot hebt jij niet in uw handen. Ja, de integratie in de moslimgemeenschap kan ik het best verwoorden als volgt. De vijf jaar die ik nu al achter de boeg heb als bekeerling. Achter de boeg, precies dat dat een soort werkervaring is of zo. Nee, de 5 jaar als bekeerling nu is eigenlijk een soort 5 jaar van Marokkanisatie, zal ik maar zeggen. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat ik mijn achtergrond verloochend heb of zo. Ik blijf Belg, ik blijf Vlaams en ik ben daar trots op. Maar natuurlijk tijdens de Ramadan, je gaat dan naar de moskee, je eet in de plaats van patatjes met groentjes en vlees, een tagine of een couscous. In de plaats van dat je de wedstrijd bekijkt met een frisse pint, denk je nu munteetjes. Dat zijn kleine zaken, maar uiteindelijk dat heeft wel een grote invloed. En dat maakt ook de integratie in de moslimgemeenschap veel makkelijker. Daar waar dat jij bijvoorbeeld vroeger vrouwen een kus gaf, geeft jij ze nu gewoon een hand. Daar waar dat jij bijvoorbeeld met Belgische vrienden op stap ging. En je ging dan zaken doen, hoe moet ik het verwoorden, die niet al te zuiver waren. Heb je dan plots Marokkaanse vrienden die dan een bepaalde schaamte hebben. Want je kunt met Belgische vrienden en Vlaamse vrienden over bepaalde zaken praten die voor ons totaal niet schaamtelijk lijken, maar in de islam of in bepaalde culturen dan volledig taboe zijn. Je moet bijvoorbeeld niet beginnen praten over een vriendin, over hoe mooi dat je een meisje vindt met Marokkaanse ouders erbij of Marokkaanse grootouders. Dat is not done, dat is taboe, dat is schaamtelijk, dat is iets wat dan niet gedaan wordt. Terwijl bij Belgische ouders die zouden net nog meelachen, die zouden zeggen, allee zeg kom, je hebt toch haar nummer gevraagd of zo. Dat maakt het zo raarder. Maar langs de andere kant, het feit dat je beide werelden hebt, nogmaals, maakt je blik veel ruimer en laat je ook een grotere appreciatie hebben. Je moet wel weten, er zijn heel veel jongens en meisjes die eigenlijk zich zouden willen bekeren. Ik heb al met verschillende meisjes en jongens gesproken die letterlijk tegen mij zeggen, kijk, ik moest mijn familie zo en zo niet geweest zijn, ik had me nu al bekeerd. Ik wacht gewoon nog op de stap om uit het huis te gaan en dan zeg ik dat wel tegen mijn ouders. Hetzelfde met meisjes die een hoofddoek willen dragen. Voor ik bekeerd was, ik was ook gelukkig. Ik leefde ook mijn leventje. Ik was ook blij, ik had ook mijn vrienden. Maar het grote verschil als je een religie hebt en als je geen religie hebt, is gewoon het perspectief waarvan je het uit bekijkt. Ik ben nu ook gelukkig, zelfs nog gelukkiger als vroeger, maar vanuit een ander perspectief. En dat is het probleem hier in deze samenleving. Mensen maken vaak verwijzingen naar zwart of wit, maar eigenlijk is er een grote grijze zone. Daarom, wat dat voor de ene een last is, is voor de andere een zegening en omgekeerd.